sta hier in Brussel-Zuid met Nikki van de Nabele Red Claim. We hebben een kraskaartje meegekregen. Zo, Nikki, aan jou de eer om even te checken waar we zijn. Zie je het al? Ik zie het al, ik zie het al. Waarom hou je de spanning hier zo lang in? Amsterdam! Aangekomen in Amsterdam Centraal. First things first, we gaan naar de arena. Woo! We gaan de akoestiek eens testen. Doe het ensemble, doe het ensemble! Hey! Hey! Het heeft publiek. Het lijkt me zo'n groot truitje. Ik heb Eden Hazard nog nooit in het echt gezien. Het is echt klein. Voor jou zou die misschien wel groot zijn. We staan hier in de gastenkleedkamer van de Johan Cruijff Arena. Eigenlijk zijn ze heel slim, want ze doen psychologische spelletjes. De baan is eigenlijk al een mentale voordeel hebben voor de wedstrijd en de bonus. Voor deze kamer bijvoorbeeld iets minder gezellig ingekleed, minder kleuren, heel grijs, heel saai eigenlijk. Maar ze hebben ook zo wel een paar andere trucjes die in mijn nadeel zouden kunnen spelen. Kleine mensjes. Kleine mensjes. Zouden de haakjes iets lager moeten hebben, maar wat doen ze? Zijn de haakjes echt hoog? Zodanig dat ze al een beetje gefrustreerd zijn. Probeer eens. Je mocht op stoeltjes staan. We zitten hier in de kleedkamer van de thuisploeg. En er is wel een groot verschil. Het is veel gezelliger. Ik denk ook een beetje moderner. We hebben daar juist Johan de Cruijff Arena bezocht. Krijgt het een rode of een groene kaart? Als we echt alle puntjes bekijken, is het een twijfelgeval? Nee, totaal niet. Echt duidelijk een groene kaart. Groene. Aan het Koninklijk Paleis. Maar dat is niet de enige reden waarom je naar hier moet komen, want hier zijn nog allerlei andere dingen te doen. Oh, zoals Madame Tussaud Museum. Hallo! We gaan iets doen wat typisch voor Amsterdam is. En dat is... Bootje varen! Nikki is blij. We hebben veel interessante dingen gezien, maar we hebben de drie belangrijkste en de drie tofste dingen uitgehaald. Het eerste beetje is... De huizen staan hier echt scheef. Nummer 2. Er zijn... 500 bruggen. Beetje nummer 3. Over heel Amsterdam, in alle grachten van die gigantische woonboten staan. 2500 over heel Amsterdam. Stroopwafel. Ik heb er één met gezouten karamel en zij heeft met M&M's. Had met M&M's bijna op. Terug naar huis. Wat vond je het leukste van de twee dagen? Ik vond de arena het meest bijblijven. Ik vond het ook wel een leuke arena. We moeten afscheid nemen. Ja.